In dit hoofdstuk geef ik je meer uitleg over compliance management, oftewel het gebruik van certificeringen in Totara Learn. Ik ben nu ingelogd als Sanne. Sanne is barista bij Intense en Intense is een koffiebar met meerdere locaties door heel Nederland. In diverse vakgebieden kennen we terugkerende certificaten, die ook bijvoorbeeld voor de inspectie inzichtelijk gemaakt moeten kunnen worden. In een koffiezaak zijn er onder meer belangrijke certificaten op het gebied van veiligheid en voedselveiligheid. Sanne, als wie we zijn ingelogd, is een van de BHV'ers van haar filiaal. Op deze pagina ziet ze welke certificeringen zij al heeft behaald, nog moet halen en welke zij moet herhalen. De BHV-certificering is 1 jaar geldig. Na 11 maanden mag ze de herhaling starten en dan is ze op tijd weer opnieuw gecertificeerd. De tijden van hercertificering zijn aan te passen naar wat er nodig is voor het betreffende traject. Andere collega's van Sanne zullen hier ook de HCCP terugzien. En in andere organisaties, zoals zorginstellingen, kun je hier bijvoorbeeld de risicovolle handelingen terugzien.